Hallo allemaal, ik ben TNT Crafter en vandaag gaan we iets heel speciaals doen. Jawel. Vorige keer, toen ik dit had gedaan, kocht ik de Glacier Steed, die je hier zo ziet. En daar laat een sneeuwpot achter. Wauw. En in deze video ga ik niet de Glacier Steed kopen. Nee, ik ga de Infernal Horror kopen. Yeah. Want ik heb weer 30.000 gems zoals je daar rechts boven ziet. Dus, nou dan gaan we maar eens naar het gadget menu. Bam. Oké, en dan hebben we hier bij het botje. Purchase Infernal Horror. 30.000 gems. The most ghastly horse in existence. From the pits of the nether. Oké. 30.000 gems, daar gaan we. 3. 2, 1, yeah, we hebben hem, woehoe, oké, unlock hem, snel, yes, oh yeah, Infernal Horror, woehoe, yeah, ik heb alle twee de paarden, woehoe, nu alleen nog de ezel, maar ja, de ezel heb ik voor het laatst bewaard, want die is gewoon, oh, hij ziet echt cool uit. Wacht, even afstappen hoor. Even van alle kanten wonderen. Don't Dance Infernal Horror. Oh. Nou, ik ben heel blij met deze aankoop. Wacht, we gaan het vieren met een beetje vuurwerk. Van de gems die ik nog over heb. Oh, vuurwerk. Pew. Vuurwerk, yeah. Dus, nou, dat was het weer voor deze video op mijn Infernal Horror. Dus, als jullie dit een leuke video vonden en jullie willen mij ook de Mount Mule zien kopen, dan geef dan vooral even een like en laat een reactie achter. En wie weet zie ik jullie nog wel eens in Mineplex. En misschien geef ik jullie dan wel een Jambom cadeau. Wie weet. Maar in ieder geval, dat was weer voor deze video. Tot volgende video. Houdoe.